Hallo iedereen, ik ben Franksken en deze week nemen we jullie achter de schermen mee van With You TV, de tofste zender van Vlaanderen. Allee, dat vinden wij toch. Al onze afleveringen worden via YouTube en Facebook uitgezonden en kunnen jullie live of achteraf bekijken. We doen allemaal spelletjes, er wordt gezongen en zo verder. Het is echt een toffe bedoeling. Dit is onze Christophe zeg, ook een zanger die regelmatig over de vloer komt. Maar hij is ook de super energieke radiopresentator die dat mij enorm veel passie doet. Welkom bij Tekstradio, ik zou zeggen, volg mij. De studio, hier gebeurt het allemaal. Interactieve radio van Vlaanderen, dus heel veel interactiviteit. Wat houdt dat allemaal in? Chat, webcam, Skypers. Kortom, echt alles interactief. En als we even doorlopen. Ik noem het altijd het hart van de studio. Hier gebeurt het eigenlijk allemaal. Hier, ja, dat is mijn plaats. Hier zit ik. We hebben al groepen gehad, we hebben slagerzangers gehad, we hebben zelfs Zuid-Nederland artiesten gehad. De grote slagerzangers zijn hier al geweest. Denk qua Christophe, Lindsay, de Romeo's, Laura Lynn, Jo Valli. Ja, noem maar op. Bijzonder een goede avond iedereen op deze maandagavond. En we doen allemaal mee die huiskamers. Hier kan ik mij uitleven. Hier kan ik mij echt uitleven. Dat is, ik heb dat nodig. Dat is mijn uitlaatklep. Heb jij overdag u normaal leven, hè? Uw job, uw gezinsleven, alles. En die uitlaatklep bij de radio, ja, dat zorgt een beetje dat alles een beetje in balans blijft natuurlijk. Hè. Brengt mij meteen bij onze volgende beller. Goedenavond. Goedenavond, CDV. Je hebt gekozen voor de single van vorig jaar, Hakka. Ja. Ga Jan ook hakken? Ja. Ja, je gaat uw stoel verlaten, jongen. Amai, dat is geweldig. Ik moet eerlijk bekennen, nu met Tekstradio, het interactieve, dat, ja, hier heb je echt airplay. Je hebt echt reacties van alle kanten en dat vind ik wel, dat vind ik er boeiend aan. Dat is een beetje een levenswerk, hè? Dat is een beetje een kindje, hè? Zal ik dat ze zeggen? Een kindje dat 18 jaar is, dat volwassen is geworden. Ja, ja. Dat is moeilijk om daar nog afstand van te nemen, denk ik. Ja. Ik ga dan ook niet kunnen loslaten. Als ik optreed als ambidens, doe ik regelmatig typetjes. Gelijk in deze bijvoorbeeld. Hey, Bostijn, dat is me wat. En Jorik, die vindt dat plezant om mij dat te doen. Hij oefent daar regelmatig bij zijn thuis. Ik moet zeggen, hij doet het eigenlijk nog niet slecht, hè? Ik deed het dansje van Frank van Ambidens, Hemel zeg. Ik deed het omdat het is kei leuk, het is echt grappig. Ja, het is zo tof om te doen. Ik heb ook een YouTube-kanaal, daar zet ik dat dan op en zo. Ik wil echt beroemd worden. Zo, als ik bijvoorbeeld naar de winkel ga en dat ik zo iemand tegenkom op straat en dat die zo tegen mij zegt: oh, mag ik een handtekening? Dat zou echt superleuk zijn. Ik heb dat nu gezien dat Frank zelf doet. Hij komt goed overeen met de mensen en zo. En ja, het is gewoon leuk. Ja. Ik zou het ook graag willen zijn. Het nadeel is van beroemd zijn dat mensen dingen achter mijn rug zeggen, of willen zeggen, of gaan zeggen, dat is niet tof voor mij. Ik zou het echt willen dat ze zo lachen, omdat het echt grappig is. Dat ze het vinden dat ik humor heb en zo. Dat is echt mijn grootste droom. Om beroemd te zijn. Ja. Voilà, zeg. Dit was With You TV. Ik hoop dat je allemaal een beetje hebt geamuseerd. Spring eens binnen. Of als je eens tot willen komen optreden, laat ons dan iets weten, hè. Allee, salukes, hè.